afgelopen zomer verdwijnen in een paar weken opvallend veel spiksplinternieuwe kliko's uit de opslag van Stadswerken in Utrecht. De directie die vertrouwt het niet en gaat op onderzoek uit. Op internet hebben ze beet. Via Marktplaats worden de bakken te koop aangeboden. De politie die maakt via Marktplaats een afspraak met de verkoper. En wat blijkt? De man die achter de advertentie zit is een vuilnisman. Hij bekent dat hij samen met collega Kees B. een illegaal handeltje heeft opgezet. Vuilnisman Kees die moest vandaag voor de rechter komen en hij ontkent alles. Zijn collega Ronnie die zou hem erin hebben proberen te luizen. Maar daar gelooft de officier van justitie helemaal niks van. Ronnie zegt gewoon eerlijk, ja, zo is het gegaan. Het was voor mij ook een makkelijk centje verdienen. Kees heeft mij nog gezegd, reken maar uit wat je krijgt voor zo'n kliko. Want Ronnie had daar in eerste instantie nog zijn vraagtekens bij. Van ja, maar wat betalen mensen dan zo voor een kliko? Nou, zegt Kees, 20 euro. Dus reken maar uit, dat kan nogal wat opleveren. De officier van justitie die gaat nog veel verder. Op RTV Utrecht heeft ze de reportage gezien over de mysterieuze kliko-verdwijningen in Vleuten. Daar zouden wagens soms zomaar een kliko inslikken. Bij deze rand breken ze dan af, doordat ze te zwaar zijn en door de beveiliging heen slaan. En dan breekt hij af en dan valt hij in de vuilniswagen. De officier van justitie die gelooft er helemaal niks van dat het toeval is dat dat nou net gebeurt in de wijk waar Kees altijd het vuil ophaalt. Misschien is het zo gegaan, maar dat weten we niet. En misschien komen we daar wel nooit achter. Hebben ze het helemaal zo gepland dat met die kliko's die uit die wijk Vleuten onder andere zijn verdwenen in die vuilnisophaalwagens, dat die vervolgens zijn gebruikt om door te sluizen naar de berging van Ronnie. De officier denkt dat de handel van vuilnisman Kees nog veel omvangrijker is dan gedacht. En zijn voorgeschiedenis pleit nou niet bepaald voor hem. Kees, de klikoman, werd eerder ook al een paar keer veroordeeld voor diefstal.